Breda Nu. Je weet het meteen. Het voorseizoen is voorbij en alle oefenwedstrijden zijn gespeeld. De open dag is geweest en dus kan NAC zich op gaan maken voor het nieuwe seizoen. Maar wat verwachten de Bredana's eigenlijk van NAC dit seizoen? Dat gaan we ze vragen. Ja, ik denk dat het moeilijk gaat worden. Maar als ze een beetje het spel erin krijgen, als ze een beetje goed het team samen kunnen stellen, dan denk ik dat ze er wel in blijven. Ja, ik verwacht dat ze hun best gaan doen. En dan hun best, wat wanneer als ze hun best doen, dan is dat voor u voldoende? Ja, volgens mij is dat wel, zijn er wel de basics, ja, dat je minimaal je best doet. Nou, we verwachten natuurlijk dat ze het goed gaan doen. Dus we handhaven in de Eredivisie? Ja, we houden van iedereen. Iedereen mag winnen. Niet te veel eigenlijk. Niet te veel. En hoe komt dat? Nou, ik denk dat de aankoopbeleid wat we hebben. We hebben er weer een paar jongens uit Engeland, van Manchester City, van de jeugd. Als die iemand te passen. De keepers hebben al een keepersprobleem op het ogenblik. Dus ja, voor de rest verwacht ik eigenlijk niet te veel van. Dat NAC gaat winnen. Van wie gaan ze allemaal winnen? Iedereen. Iedereen? We worden kampioen? Ja. En heb jij hetzelfde idee? Ja, ik heb ook hetzelfde idee. Gaan we echt kampioen worden? Gaan we de Champions League in? Ja. Ja. NAC, is dat een voetbalclub? Ja, dat is de plaatselijke voetbalclub, ja. Oh ja, ik heb geen idee. Ik hoop dat ze het goed gaan doen. Gaan we de Champions League dan ook nog winnen? Ja. Oh, wat een barst van vertrouwen, jongens. Dankjewel. Dat ze het beter gaan doen als afgelopen seizoen. Ondanks dat er wat spelers weg zijn, denk ik toch dat ze ondertussen gewend zijn aan het eredivisieniveau. Weten wat er gevraagd wordt. En ze kunnen het publiek niet teleurstellen, hè? Goed. Goed, en hoeveel gaan we dan eindigen? Dat weet ik niet. Maar ga je ook nooit naar NAC toe een keer of zo? Nou, als mijn zoon mij een keer uitnodigt, dan wil ik wel een keer naar NAC toe. Maar anders dan zijn we in Amsterdam. Nou, bij deze? Wil ik best een keer doen. Kijk, dan staat die geregeld. Nou, en hopelijk, als jullie dan gaan, dat ze ook winnen. Ja, zeker weten. Dat gun ik ze dan ook. Belangrijkste. Maar gaan we ons wel handhaven? Ik hoop dat we ze handhaven, net als afgelopen jaar. Ze hebben hard van moeten knokken, maar ze zijn er wel in gebleven. Dat was het positiefste. En hoeveelste gaan we dan precies worden? Nou, ik gok eigenlijk wel tussen 8 en 12 moet deze keer toch wel lukken. Klinkt erg positief. Ja, maar dat is mijn natuur ook, hoor, om positief te zien. En zou je dan een pilsje op drinken? Misschien wel een stuk of 5 ook nog. Minimaal, hè? Eentje bedoel je? Of, 2 mag ook nog wel, hè? Oké, nou, dat moet lukken, denk ik. Dus. Dank u wel. Breda Nu. Je weet het meteen.